Het zit me allemaal niet zoveel. Ja, is goed. Yo. Yo, de icons zijn wrong, bro. De icons zijn wrong. Fuck, man. Yo, heet dat Niklo. Niklo is Fox. Dus ik weet niet of de score nou goed is. Hé, hey, ja, de icons zijn wrong, want Niklo speelt Fox. Maar ik weet dus niet of Niklo game 1 won of de Falco game 1 won. En we staan ook op Battlefield, wat echt niet een counterpick is voor... Battlefield is een soort van, we gaan gewoon... Ja, Battlefield is gewoon, we gaan gewoon terug, weet je wel. Ik ben niet van die back waarschijnlijk. Ja, ik begin nooit op Battlefield. Dus echt, ik denk dat het veel beter voor Falco is. Ja? Oh ja. Deze match misschien wel. Maar dat is ook personal preference. Ik snap het op zich wel, maar ik vind het juist fijn om op kleine stages te spelen in deze match, hoor. Ja.
Top 4. Wil je dat doen? Ja, wil je dat maar mee doen? Ja hoor. Ja, leuk. Oké, dat gaan we doen. Ja, Casper vroeg het al aan mij. Waarom gaat Casper een ding doen? Als iemand... Ja, oh, maar ik kan niet op de league praten, bro. Ja, maar we kunnen straks, hey, maar we kunnen straks gewoon bracket nog doen en zo, hè? Like, ja, oké. Okay. Ben je bent wel uit je pool. Was je tweede geworden? Ja, oké, okay, ja. Ik had game van fout gevoerd. Ja. Ik heb echt horrible gespeeld tegen Vapor Dave. Ja. Maar ik heb wel voor mijn derde vierde en vijfde zien. Oh, nice. Ik zat eens een keer te kijken, ik kom namelijk, Jacobus kom ik heel vaak tegen, in pools of in amateurs. Dit is letterlijk de Avalatti bro, hij kan hem gewoon killen, maar hij doet expres voor. Is dit de Avalatti? Ja, ik heb nog nooit tegen die guy gespeeld. Nee, dat is niet leuk, dat is nooit leuk. Ik zat eens een keer te kijken, op StarGD, mijn all-time record tegen Jacco is like 7-0 of zo. Ja? Ja. Volgens mij is het ook bijna altijd 2-0. Dit keer was 2-1. Dus progression voor hem. Maar like, ik ben soort van ook iemand zijn. Weet je wel, het is grappig om te zien dat like, ook als shit. Je bent iemand's kryptonite altijd. Yeah, iemand's demon, ja. Ik, de guy die like 0-2 in bracket gaat, weet je wel. Ja, ik heb vanzelf wat ik. Het gewoon heel erg aan de dag ligt. De ene keer kan ik iemands demon zijn, en de andere keer kan ik iemands free matchup zijn, basically. Ik denk dat dat ook wel de Fox inherent is. Like, it's so execution heavy. Niet zozeer, like, Fox. Het ligt niet zozeer aan Fox, het ligt letterlijk aan mezelf. Ah, ja, is het dan jouw mentality, of is het gewoon je energy, of like... Als ik speel, denk ik niet echt na ofzo. Dus ik doe gewoon wat ik doe, en soms denk ik... Soms komt het in mijn brein om niet het in te gaan, en dan speel ik heel erg goed. Oh, ja, maar nu, ja, ja. Zo van, ja, oké, ik ga nu een beetje dash dansen, ik ga er random in, en dan is het wel goed, weet je, maar... Zeker als ik tegen slechtere mensen speel en ik heb door van ze zijn bang voor me, dan is het like helemaal over natuurlijk. Maar tegen betere spelers is het gewoon veel lastiger. Fout snel, die gaat niet zo snel in zo'n positie komen waar die bang voor me is. En dan speel ik gewoon een beetje random shit bezig. Ja, precies. Ja, dat is wel taai, man. Maar ik heb dat zelf ook altijd als ik soort van... die is echt rough. Maar hij moet gewoon een jankrapje hitten. Ja, maar kijk, heel eerlijk. Ik heb volop vertrouwen dat ik aan het jankrappen, maar Ablatti op... FD? Oh, dat kan shinen, bro. Ja. Ablatti op FD, ik zou daar nooit naartoe meenemen. Nee, maar het is koud. Ja, ik snap het wel. Ik denk, want als ik Fox ben, vind ik het op zich ook wel fijn om te spelen op FD. Oh, Niklo top daar wel kill confirm. Ja, nee, ik heb dat zelf dus ook altijd wel tegen, like... Up smash. Tegen spelers die, zeg maar, als ze worse zijn dan ik, en op een gegeven moment zie ik dat ze bepaalde habits hebben of zo, of op de hele tijd op een bepaalde manier ingaan, dan ga ik gewoon wachten. Ja. Like, kom maar, weet je wel, like... Ja, en FD is ook echt zo'n stage waar je heel erg goed met habits kan finishen. Zeg maar, of de openingen kan forceren, want als Avalanti gewoon zoiets heeft van, oh, hij doet de hele tijd running nair of zo. Ja. Hij draait gewoon om en gaat de hele tijd F-tilten, of up-tilten bedoel ik. Ja. Ja, je krijgt free opening, weet je wel. Of je doet gewoon crouch cancel of shine. Ja, en zeg maar, ik denk vooral op dit niveau, ook op mijn niveau, geen platforms, geen soort van laag weg waar je over na moet denken. Ja, dus ja. Waardoor het makkelijker is om, zeg maar, te punnen, om een opening te krijgen. Hij moet, ja, wat ik dan ook zie, Niklo heeft dan 130%, staat stok achter. Maar gaat niet als roodje, want die rood is. Maar je speelt tegen Falco, bro. Ja. Hij heeft een gun, hè. Like, what are you gonna do? En vervolgens respawnt hij en dan gaat hij weer in. Ja. Maar nu stopt hij weer met ingaan, want je moet niet zo bang zijn, man. Je moet gewoon, like... Falco moet je geen space geven. Je bent, like, triples en speed ofzo. Ja. Ja, is ook zo. Maar dit is beter, oké. Okay. Ja, dat is ook het ding. Dan moet je gewoon grabben. Maar alright, oké. Okay. Oh. Package. Hey, oké. Okay. Oh, ja. Dat was wel een goeie. Hij Stony mist nog een paar van die conversies. Ja. Hij heeft de jank, dat weet hij nou. En dan komt het neer op, oké, ik ga van 40 naar 50 naar 60 en dan ineens... Je ziet dat het gewoon, hij heeft het niet genoeg geoefend. Want hij moet nadenken over de opties en dan kiest hij soms gewoon de verkeerde. Terwijl dit is wel echt, zo'n jankrap is iets wat je gewoon kan grinden, weet je wel. Yep. Maar vertel eens wat over Ablatti, zijn playstyle, want daarnet had je het er net al wat over te zeggen. Het is niet leuk om tegen te spelen, want hij engage basically niet en hij blijft een beetje stilstaan en reageert op wat je doet. Maar hij is niet echt een hele goede reactie. Maar Falco is niet zo goed in reacten. Nee, klopt, maar zijn playstyle daarbij is het wel best wel can be happy en wachten tot je iets doet en dan ga ik pas iets doen. Okay. Maar soms heeft hij, zoals dit F-tilt zegt. Oké, okay, dat was wel een goede vraag. Ik vind er geen loop. Nee, en hij doet ook, hij deed net ook volgens mij een up tilt. En dan had hij die backer.
Dat is wel, ja, ja. Over 60%, like, rap gewoon. Ja. Maar die klopt gewoon als dit, deze game, op 30%. Ja. En het is gewoon, hij moet realiseren dat inderdaad Ambalatti approach niet echt. Ja, nee. Dat is een grab. En dat is wel het voordeel. Ja? Oh, jammer. Ja, het lijkt niet hem, maar wie leest het? Hij had iets langer moeten door chain grabben. Nog één of twee throws verder, dan kun je op tilt en dan heb je daarna alles van. Oh, daar? Hey, ja, daar bedoel ik. Oh, hij is dood. Lekker? Oh nee, hij doet niks. Hij was al een moeilijke afstand op de koffer, I guess. Dit is lastig als hij erin doet. Oh! Voor zeker op de. Lekker, heb je de kast op? Maar hij leeft erin. Sowieso zijn vier daar, ja. Oké, nu gewoon een beetje backer stemmen, heel heerlijk. Falling backer, ja. Ja, of, en als je wordt als je nu erin gaat, gewoon full op en dan reageer je op het doel. Ja. Dus kan je nooit, zeg maar, zijn laserlengte, die kan geen full op coveren. Oh, niet de corner inrollen, man. Oeh, side B? Shine, backer. Kijk, ja, dat is zo wel. Ambalanti gaat gewoon laseren, maar niet nog terug laseren. Dus ik snap wel van Ambalanti dat hij zegt van ja, bedoel, als jij gewoon bereikt. Ja, sure. Like, als jij niks doet. Oh, die crap. Oh, hij is dood. Nee, hij leeft. Oh, hij mist hem. Ja, goed dat hij daar niet feedback, man. Like, oh! Net een facing backer. Ja, dat is het. Ja, hij staat, bro. Had dat ledge moeten gaan over. Ja, nou ja, weet, altijd je opponent de kans geven om like, de lucky te doen. Like, celebration eraf te lopen, weet je wel. Ja, true.